Een heel goede avond, dames en heren. We zijn hier bij het kwartaal Chapeau Connect Diner. En we zitten niet in Italië of Spanje, maar gewoon in ons eigen Limburg. Namelijk bij Terland in Dilsenstockum, bij het prachtige Terhels Resort. Terland is natuurlijk een van ons derde restaurant, eigenlijk, wat we hier in Limburg uitbaten. Nog onlangs geopend, hè. In juni zijn we geopend van dit jaar. We zijn gelegen in het Terhels Resort, hè, wat eigendom is van LRM. En wij baten hier eigenlijk alle horeca uit. We hebben hier een restaurant Terland, een beach house. We doen ook de uitbating van de poolbar en een shop. Dus we zijn heel blij. We hebben een hele mooie zomer gehad. Ja, hoe is de eerste zomer geweest? Goed. Ja, ik moet zeggen, beter als verwacht. Het is heel goed gegaan. Natuurlijk hadden we een groot personeelsprobleem, like overal in de horeca. Het is niet gemakkelijk om in midden te starten een hoogseizoen met vandaag de uitdaging om goed personeel te vinden. Dat is niet gemakkelijk, maar het is gelukt. En we zijn nu volop bezig met het winterconcept uit te werken. We gaan er een winterbar van maken. Hopelijk met een schaatsbaan als het lukt. Kampvuur, fakkeltochten. Met hot tubs, dat je zelfs een winterdip kunt maken in het meer. Dus we gaan er echt een winterconcept van maken, wat ook wel de place to be gaat zijn. En dat mensen ook in de winter alle dagen hier een leuke tijd kunnen doen. We zijn hier vandaag met de Chapeau Community en we zitten hier eigenlijk in ook wel de ruimte die echt gemaakt is om groepen, partijtjes te doen. We hebben inderdaad dagelijkse evenementen. Dat zijn bedrijfsevenementen, bedrijven die hier de ruimte afhuren om te vergaderen, maar ook heel vaak community. Feesten, verjaardagsfeestjes. Ja. Heel veel teambuildings ook, want het is natuurlijk een ideale plaats voor activiteiten te organiseren. Je kan hier wandelen, het Nationaal Park, je kan waterskiën, Eliza bezoeken, lekker eten. Eigenlijk is alles hier om een aantal dagen met je bedrijf een leuke teambuilding te organiseren.